een groot datalek bij de gemeente Almelo. Hoe is dat ontdekt? Van zomer hebben we ons dataverkeer is gemonitord om te kijken van wat speelt er allemaal, waar gaan wij naartoe, wat doen wij veel. En bij de analyse daarvan kwamen we erachter dat er een grote piek zat van 20 gig op een voor ons onbekende plek waar we normaal helemaal niet naartoe gaan met onze data. En bij de analyse daarvan bleek uiteindelijk dat dat via malware informatie wordt geüpload naar een plek waar je het niet wil hebben. En u weet nog niet waar het naartoe is gegaan? We weten de plek waar het naartoe is gegaan. Het IP-adres hebben we, dus dat stond nog niet op de zwarte lijst. Het staat inmiddels wel op de zwarte lijst, dus daar kun je nu niet meer zomaar bij. Daar kun je niet meer zomaar, malware kan niet zomaar meer uploaden naar die plek. Dus dat gat is gedicht. Het vervelende is alleen dat we niet kunnen achterhalen welke data er allemaal is geüpload. Dus om welke data gaat het? Zijn er persoonsgegevens bij, ja of nee? En dat zijn we nu vol aan het onderzoeken om te kunnen achterhalen welke inwoners zou het eventueel kunnen treffen in de stad en wat voor een actie moeten we dan daarop ondernemen. Welke actie heeft u tot nog toe al ondernomen? Ja, dat is vooral onderzoeken, alles op alles zetten om te achterhalen om welke data het gaat. En tot nu toe hebben we het nog niet kunnen vinden om welke specifieke data het gaat. En dat doen we niet alleen, dat hebben voor het onderzoek om welke data het gaat, hebben we een bureau ingeschakeld, een gespecialiseerd bureau. Uiteindelijk zijn we ook aan het kijken van hoe is dat eigenlijk op ons systeem kunnen komen. Daar hebben we iemand voor ingeschakeld. Politie en Openbaar Ministerie zijn ook aanwezig. Maar ook landelijk wordt er meegekeken van wat is er gebeurd en hoe kan dat. Want het leek allemaal zo goed op orde te zijn. En ja, dat blijkt toch weer na eerst een incident dat... Ja, dat er toch wellicht hele gevoelige informatie gekopieerd is. Ja, nou, datgene wat we nu ook aan het doen zijn, is vooral proberen te achterhalen om welke data gaat het. En horen daar persoonsgegevens bij, ja, en hebben we dan persoonsgegevens, dan kunnen we ook gelijk naar die mensen actie ondernemen van dit en dit is er voorgevallen. En dan moeten we actie op ondernemen. En zolang we nog niet weten waar het om gaat, is het ook heel moeilijk om mensen rechtstreeks te benaderen. En daar wordt nu op alles gezet om vooral te achterhalen om welke informatie gaat het. En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen.